Nu zijn er maar liefst 28.000 studenten op 100.000 inwoners. Politici, BN'ers, influencers, die horen we echt al genoeg. Dit is jouw moment, want West geeft jou spreektijd. Welkom in Delft, in de Witpolder. Hier kun je goed zien wat het negatieve effect is van de groei van de TU Delft. Nu zijn er maar liefst 28.000 studenten op 100.000 inwoners. En de TU wil zelfs groeien naar 40.000 studenten. En bijna de hele straat hier is in handen van beleggers die panden verkamerd hebben voor studenten. Met alle gevolgen voor de leefbaarheid van bewoners en voor studenten zelf, kamernood. De gemeente zegt dat er geen probleem is, want de verkamering is gestopt. Dat klopt deels. Want bestaande problemen als overlast, die blijven. En verkamerde panden mogen zelfs verder verkamerd worden, als het maar voldoet aan de norm. Bijvoorbeeld een gemeenschappelijke ruimte van 7,5 vierkante meter. Er is hier een pand waar voorheen 10 studenten woonden en nu maar liefst 23. Beste gemeente, beste TU, er zijn echt grenzen aan groei. Neem een voorbeeld aan andere universiteiten die wel oog hebben voor dit probleem. En zet alsjeblieft in, niet op groei, maar op krimp. Dat is goed voor de stad en de studenten. Dat is beter voor de leefbaarheid en voor de kamernood van studenten. Groeten, Ingrid.